Bon dia, bon tardi. Welkom bij de zesde aflevering van Stichting We Connect Podcast. We zijn vandaag met twee gasten van de studentenvereniging DCA. Het zijn twee bestuursleden. Daarom zijn we ook vanuit Amsterdam naar Rotterdam gekomen. 010 is beter. Anyway. Om onze podcast op te nemen op hun thuisbasis. Welkom, heren. Uh, dank jullie wel voor jullie komst. Dank jullie wel dat DCA jullie eventjes heeft vrijgelaten voor ons. Um, zouden jullie even kort kunnen voorstellen beginnen bij Camille? Ja, yeah, thanks for the invite voor deze podcast. Echt leuk. Uh, ik uh, heb zelf uh, bachelor geneeskunde gedaan. Yep. En normaal ga je dan door met een master geneeskundescoachschap. Maar ik, ik, wilde, ik vond het wel leuk studeren. Dus ik ja. heb een andere route gekozen. Ik doe nu een master in health sciences. Dus dan leer ik onderzoek doen in het ziekenhuis, klinische onderzoek naar medicijnen en zo. En dan ga ik dat twee jaar doen en daarna dan twee jaar master geneeskunde en dan ben ik klaar. Oké, okay, oké. Okay. Interesting. En heb je dan ook een field waar je, waar je in wil gaan? Uh, het is moeilijk. Bij geneeskunde heb je heel veel fields waar je in kan gaan. Maar ik merk wel dat ik chirurgie interessant vind. Maar wie weet, misschien verander ik nog van keuze. Ik heb nog heel lang de tijd om te bepalen. Oké, okay, great. Ja. great. En Leonardo? Ja, bedankt voor de introductie, Sal. Uh, mijn naam is Leonardo. Ik doe dit jaar uh, bestuursjaar bij DCA. En uh, ik doe daarnaast ook mijn master hier bij Erasmus. Ik doe uh, Business Information Management. Een beetje een brug tussen data science en business. En daarvoor heb ik bedrijfskunde gedaan, ook aan het Erasmus. Dus je bent begonnen bij bedrijfskunde. Ja. Uh, waar, waar is die drang vandaan gekomen? Nou, ik merk dat tegenwoordig toch wel meer uh, de vraag ligt bij data, kennis. Uh, het, en omgaan met data. Dus dat spreekt me heel erg aan hoe je dat juist kan gebruiken als voordeel in een bedrijf. Binnen uh, wat voor omgeving dan ook. Kennis is uh, echt waardevol. Ja. Dus dat is hoe je in je master bent gerold en daarvoor? Well, was dat omdat je gewoon economie heel erg en, en business heel erg interessant vond? Is dat hoe je. Ja, zeker. Dus eigenlijk bedrijfskunde stoot heel erg bij me aan. Ik wist al sinds middelbare dat ik wilde doen. Oké, okay, oké. Okay. Om, ook omdat ik uh, het leuk vond om me te verdiepen in het bedrijfsleven en wat daarbij komt kijken. En de dokter? Hoe is dat uh, tot stand gekomen, die droom? Eh, uh, wel een lange weg. <laughs> ik, uh, ja, ik wilde eerst. Uh... Ik, vroeger zag je Steve Irwin toch? Je zag hem vechten met krokodillen. Ik dacht, oh, dat wil ik ook worden. Dus ik dacht, biologie ik vond het altijd interessant als ik klein was. Alleen toen kwam ik erachter dat, hoe het in de praktijk is, biologisch niet, het paste niet helemaal bij mij. Toen dacht ik, dierengeneeskunde. Toch een beetje met dieren. Toen kwam ik erachter dat ik allergisch was voor honden en katten. Dus uh, ja, dan wordt het moeilijk. Dus dan moet je iets anders gaan doen. Toen ging ik voor geneeskunde, maar uiteindelijk ben ik heel blij met mijn keuze en ik zou ook niet iets anders willen. Dat is in ieder geval goed te horen. En ook Erasmus, dat is ook een plek waar jullie blij zijn. Daar ga ik vanuit. Waar is de keuze vandaag gekomen in Rotterdam, Erasmus te gaan studeren? Uh, ja, voor mij omdat ik ben hier zelf geboren. Toen ben ik naar Curaçao verhuisd. Maar ja, ik heb veel familie hier wonen. De stad is gewoon heel multicultureel. Het is heel open. Het is, in Rotterdam Rotterdams gezegd, is ook niet lullen, maar poetsen. Uh, gewoon, doe je ding. Uh, doe gewoon normaal. En dat trekt me heel erg aan. Ook het internationale aspect. Het is een ja. grote stad, nieuw, het echt opbouwende. In de paar jaar dat ik hier woon, zijn er al zoveel nieuwe gebouwen bij, zoveel dingen veranderd. En dat trekt me echt aan. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik ben zelf uh, op Curaçao geboren. En ik ben eigenlijk uh, vanaf middelbare Nederland verhuisd. Ik woonde eerst in Leiden. Uh, en ik dacht, ik wil eigenlijk meer van Nederland zien. Daarom heb ik gekozen voor Rotterdam, omdat dit ook een van de beste plekken is om bedrijfskunde te kunnen studeren. Ja. Dus uh, vandaar de keuze naar Rotterdam. En het is ook een hele gezellige stad. Nee, ja. Ja, goed, gezegd, goed gezegd. Zeker gezellige stad. Nu ook, uh, laatst met de 6-0-overwinning en uh, alle andere dingen die in de stad, de marathon was er laatst ook. Het is zeker gezellig. Maar um, dus jij bent in Nederland geboren, jij hebt Curaçao geboren. En hoe is dat gegaan als het gaat over de eerste paar jaar? Want jij hebt dan wel Nederland meegemaakt als kind, maar dan Curaçao. heel erg lang, wat je echt heeft gevormd. En jij hebt de andere kant op. Hoe was het voor jou om dan vanuit Curaçao hier aan te komen die eerste jaren? Ja, het was wel het was wennen. Ja? Het was wel eventjes, want ja, je hebt die natuurlijke temperatuur, het is niet zo warm hier, meestal. <laughs> uh, het is grijs, het regent. Je hebt ook een hele andere cultuur. Ook al spreken we dezelfde taal op de eilanden. We kunnen allemaal Nederlands. Is het toch wel anders hier? Ook de cultuur van de mensen zelf. Ja. En dat kost wel even wennen. Ja. Maar dan moet je ook nog op jezelf wonen, voor jezelf zorgen. Je moet tentamens halen ze komt er heel veel bij kijken, dus dat is wel veel, uh, maar het is gelukt en ik denk iedereen kan het. Het is gewoon even, je moet even, gewoon kom vroeg naar Nederland aan de zomer. Dan zie je het ook hoe mooi Nederland is in de zomer, ontmoet je nieuwe mensen en dan ja, komt er wel. Hoe kan jij dan uh, van een ander perspectief iets meegeven aan een Caribische student? Voor de eerste jaren, eerste periode. Omdat ik natuurlijk sinds middelbare hier ben, heeft dat me wel ook geholpen om juist aan te passen. Want voor mij was het aan het begin ook heel anders, hoe mensen praten hoe je met elkaar omgaat, het is gewoon een cultuurverschil. En ook, uh, hier ga je zelfstandig naar school, al sinds heel jong. Met de fiets, mm. overal op de fietspaden, je bent vrij. Mm. en wordt ook van je verwacht. Uh, ja, ik zie je wel wanneer uh, je klaar bent met school, ga je ja, zelfstandig ja. naar huis. Nee. Je wordt niet met de auto opgehaald of gebracht. Dus dat is een hele grote switch. En uh, dat heeft me ook geholpen, ik ging ook wel vanaf mijn 18e uit huis, om, om die stap voor ons te maken, want inderdaad wat Camille zegt, je moet denken aan tentamens, je moet denken aan de afwas. Mm. Weet je, iets mm. heel simpels. Je moet denken dat je een groot badge hebt. Yeah. Dus het is een hele uh, switch van zelfstandig worden. Um, maar het is zeker mogelijk. Zeker ook als je van uh, de eilanden komt. Ja, zeker. Ja. Mooi om te horen. En nu allebei leden, bestuursleden of oud-bestuurslid. En nu een bestuurslid van, uh, van DCA. Even praktisch, wat doet DCA allemaal? Waar, waar, waar kan je voor bij, de, bij DCA aankloppen? Uh, een leuke mix tussen gezelligheid, af en toe een feestje... Uh, maar ook uh, wat meer carrière gefocust. Precies wat hij zegt, want we hebben het ook opgericht met als doel niet een afzonderlijke groep te vormen die ja, op zichzelf blijft, maar juist uh, dat we het samen kunnen vieren, de cultuur, samen de warmte kunnen voelen. Dat het echt een plek is waar je later op terugkijkt en denkt. Damn, hier heb ik echt nieuwe vrienden gemaakt, ja. hier heb ik echt genoten. Feestjes gehad, de stad goed gezien. Uh, maar ook een tijd dat ik heb gewerkt en mijn carrière, dat de eerste stap heb gezet. En daarom... Doen we ook heel veel met bedrijven op de eilanden, maar ook in Nederland, dat je kan kiezen van allerlei sectoren. Ze willen echt een heel breed ja, palet aanbieden aan de leden. Kan jij eventjes vertellen over wat jij bij DCA doet, hoe jouw uh, werken uitziet, wat je voor hen levert? Ja, leuke vraag. Ik uh, zet me dit jaar dus in als uh, voorzitter van de Vereniging, maar eigenlijk zijn we een team. Dus uh, ik zou zeggen, zo'n uh, titel betekent niet zoveel. Uh, het is eerder, je werkt gewoon leuk samen. Uh, ik heb meer een coördinerende rol, dus ik heb een overzicht van uh, de andere teamleden. En ik zorg ervoor dat uh, er wordt gekeken naar deadlines, naar de taken die openstaan. Jij doet in principe niks meer bij. Uh, jawel, jawel, zeker wel. Uh, ja, ik zit nu in de Raad van Toezicht. Oké. Okay. Dus uh, ja, op de achtergrond helpen we een beetje waar we kunnen. Houden we ja, volgens de statuten toezicht op de hele vereniging dat het ja. uh, wordt nageleefd? Ja, en die statuten heb jij dan ook deels als founder natuurlijk opgezet? Ja, dat is een beetje uh, corruptie eigenlijk. Ja. Zelf opgesteld hebben gedaan. Laten we daarna... niet <laughs> <zeggen. Ik kan laughs> dat niet zeggen. Kan dat houdt. Nee, nee, nee. Inderdaad. Nee, je moet als vereniging, het is uh, wel een heel officieel proces. Ja. Dus dat voor, voor ons was, als jonge student was het ook wel een beetje schrikken van. We dachten gewoon laten we iets leuks doen, een leuk uh, iets samen. En toen. Ik komen allebei officiële dingen bij kijken, de Kamer van Koophandel, je moet handtekening zetten en je bent verantwoordelijk. Wat heeft het in jou opgebracht om deel te gaan uitmaken van een studentenvereniging? Ja, wat heeft me gedreven om deel te nemen is eigenlijk uh, de connectie. Dus uh, specifiek deze jaar ja. is eigenlijk, omdat uh, ik er zo lang niet ben geweest, of uh, ik heb er niet meer gewoond sinds uh, mijn 11e, is toch wel... De om, Caribbean heb je het over. De Caribbean, precies. Toch wel om weer te reconnecten. En dat heeft toegeleid dat uh, deze jaar een heel mooie kans was om, dus ook weer met mensen om te gaan die uit de eilanden komen, zelfde cultuur, maar ook om iets leuks terug te doen. Dus om maar juist betrokken te zijn in het organiseren. En jij bent uh, dan, ik noem het nu Founding Father voor nu, <laughs> maar dat is, dat is omdat jij <laughs> hier nu zit en. Um... Kan je wat meer vertellen over de geschiedenis? Want je bent er eventjes op ingegaan dat het natuurlijk wel wat moeilijker was. En wat jullie, uh, ja, vanuit de gate, wat jullie visie was voor DCA. Maar kan je wat meer vertellen? Eerste events, um, wat waren moeilijkheden waar je in het begin tegenaan liep? Ja, ja ik ben wel de oudere generatie. Dus ik hou het bij vroeger. Uh, ja, we zijn we begonnen een aantal jaar geleden. En het ging heel snel. Eerste jaar al minder dan 100 leden. Tweede jaar. Een verdubbeling of bijna meer nu al. En ja, we zijn nu de grootste Caribische studentenvereniging van Nederland. Ja, voor mij was het niet echt een keuze om erbij te gaan. Het is meer een keuze om het te starten. Want samen met vrienden op de, van de UR hebben we kozen we een paar jaar, ik denk tweeënhalf jaar, drie jaar bijna, geleden, kozen we voor om die c op te richten. Um, omdat we, ja, we misten gewoon uh, die community, de, de warmte van de. Eilanden, wat we altijd al gewend waren. Want eenmaal je naar Nederland komt, mensen gaan naar andere steden, andere faculteiten binnen de stad zelf. Dus je ziet elkaar veel minder. En ja, zeker in de koudere maanden mis je wel die verbondenheid. Ja, zeker. En toen dachten we, ja, er zijn zoveel verenigingen hier, je hebt veganistische verenigingen, je hebt uh, <laughs> van alle Chinezen. Yeah. Waar, waar zijn de Caribische mensen? Waar, where are they? Was er niet? Dus ja, we kunnen het ook gewoon zelf starten. Dus toen hebben we met vrienden, een grote groep vrienden, samen gestart. Ja, ik, um, we hadden contact en met vrienden van Curaçao al. En die deden gelukkig rechten. En dat helpt wel met die officiële dingen. Want ja, ik kan iemand genezen, maar ik kan geen contract <laughs> opstellen. Dus dat hiel. En uh, toen hadden we met die groep... Uh, dus ik was de enige geneeskundesenter, de rest deed rechten of economie. Uh, dus dat was wel grappig. En ja, het begon vooral eerst van... Ja, wat ga je doen? Hoe ga je mensen samen... Brengen van ja, we kennen wel veel mensen, maar hoe breng je iedereen samen? Dus hoe ga je iets opzetten, wat ook sustainable is, waar je ja. op kan bouwen. Ja. Uh, en je kan natuurlijk een ja korte de soort van een kleine route nemen, dat je klein begint, of je kan groot beginnen. Gelijk alles opzetten: KWK, inschrijven, website, Instagram, alles mooi logo. Uh, dus dat was in het begin echt een dilemma. Toen kozen voor groot. We gaan gelijk groot. I'll go in or go home. Ja. Um, maar ja, daar heb je ook geld nodig. Ja. En dus we gingen heel veel stakeholders binnen de universiteit gingen we contacteren die we kenden, die we nog niet kenden. En de universiteit heeft echt, was echt heel, ja hoe zeg je dat? Ze hebben ons echt gesteund vanaf het begin. Ze zeiden ja, het is nodig, want jullie zeggen het is nodig. Dus we trust you. Uh, en toen konden we ook fondsen binnenhalen. En als je eenmaal geld hebt, ja de wereld draait wel om geld. En toen ging het snel, toen konden we gelijk groot beginnen. Ook gelijk events doen. De eerste keer was volgens mij in het park een barbecue met dance. We gingen ook gewoon dancing, chilling, uh, zoals we gewend waren. En ja, er was echt veel mensen kwamen. Wat, ik weet niet hoeveel, maar bijna 100 aanmeldingen. Dat was echt een succes. En toen hadden we ook gelijk het idee van: oké, okay, we're doing something right. Er nee. uh, is blijkbaar een necessity, een need voor dit vanuit de Caribbean community, maar ook breder. De studentencommunity, want er waren ook mensen die niet van de eilanden waren. En die, die mogen dan ook uh, deelnemen en deel zijn van DCA? Zeker, ja. Onze doel is, de visie is om de cultuur te vieren van de eilanden. En je kan, wij vinden, je kan het alleen vieren met z'n allen. Dus iedereen is welkom. Als je interesse hebt in de cultuur, welkom. En dat zijn de eilanden ook, het is een mix van culturen. En dat defines us. En dat moeten we ook zeker blijven benadrukken en uitdragen. Very true. Ik ga eventjes springen naar de fondsen, want hoe zit dat? Want the world turns around of draait er om, om geld, ook nog. Um, en jullie zijn er wel heel erg op gefixeerd. Dus carrière en geld halen jullie best wel binnen en zetten jullie ook bovenaan, of niet bovenaan, maar best wel hoog als prio. Um, hoe hebben jullie dat gedaan, of hoe doe jij dat nu met fondsen op dit moment? Ja, yes, ik moet zeggen, geld is inderdaad belangrijk. Dat is niet uh, ons hoofddoel, maar dat maakt het gewoon mogelijk dat wij... Uh, wat willen bereiken, kunnen bereiken. En dat maakt voor het mogelijk dat we uh, workshops kunnen organiseren en ook uh, wat kunnen teruggeven, zoals leuke events. Uh, en af en toe dus ook niet hoeven te vragen om uh, uh, ticketgeld. Uh, ik moet zeggen dat uh, ik heel dankbaar ben voor de partners, omdat ze vaak ook, uh, misschien heb je dat ook gemerkt, juist naar ons toe hebben, zijn gekomen. Mm -hmm. En dat vind ik ook wel heel bijzonder. Mm -hmm. En ook fijn dat we een handje worden geholpen om zo ook uh, ja, de visie van deze jaar te kunnen realiseren um, en dit jaar uh, is het inderdaad ook um, want we hebben een nieuwe functie dit jaar external relations ja. die houdt zich vooral bezig om ook nieuwe partners te vormen maar dan niet alleen uit het perspectief om fondsen of zoals je het noemt of geld binnen te halen maar juist ook om meer netwerkmogelijkheden te bieden aan onze leden bijvoorbeeld uh, als iemand interesse heeft in een bepaald bedrijf, dat we de kans verhogen dat hij ertussen staat. Eigenlijk. Mm -hmm. ik, ik heb dan laatst, zag ik een event voor jullie, dat was Salsa Workshop volgens mij in de Oxpace. Ja. Uh, dat zag er great uit. Maar dan, hoe combineer je dan de Salsa Workshop met een network event voor het bedrijfsleven? Hoe ziet dat eruit? Ja, ik was er zelf ook bij. Een superleuke workshop, event. Uh, hoe je dat combineert, nou dat is eigenlijk een mooi voorbeeld. Uh, het was dus gezellig. En dan heb je daarnaast ook nog eens een informatief deel. En dat maakt het ook juist uh, aantrekkelijk. Hoe zag dat eruit, dat informatieve deel? Het inf informatieve deel was vooral uh, ja, toch wel een introductie voor dat bedrijf. Het bedrijf uh, gaat spreken over waar ze voor staan, uh, wat ze doen, uh, uitleggen waar ze naar nou op zoek zijn. Uh, en daarna ga je gezellig dansen, heel ontspannen. En Maar was ook een buffet, hè? dus was yeah. dansen en ook nog eten. Yeah. Dat is helemaal top. Die zeer biedt heel, heel veel. Heel <laughs> veel. Dus als je onder, kom ja. langs. Ja. Dus nee, was echt een topavond en dat blijft je ook bij als je die mix hebt, een, een leuke mix. Dan blijft dat informatieve deel ook juist bij. Of, oh ja, ja. Uh, we hebben dat gedaan met dat bedrijf. Daar heb ik een goede indruk van gekregen. Ja, want als zo'n informatie alleen informatie kan een beetje saai zijn en misschien als je dan niet een connectie hebt per se, dan denk je ook, wel, ja, wat is dit? Maar daarom is het juist heel leuk om het interactiever bij te brengen. En ja, onze doelen zijn... aan en de ene kant carrière, maar aan de andere kant ook gezelligheid. Waarom zou je het niet samenbrengen? Dat is Caribbean lifestyle volgens mij to a T. Exactly. <laughs> maar en, en om het even wat uh, praktischer te maken... en wat, uh, ja, wat meer tangible voor de mensen... Uh, of de studenten, toekomstige studenten die naar Nederland komen... over wat voor carrières hebben jullie? Is het echt super breed? Is het arts tot aan banking? Of is, is er wel... Uh, ja, het is wel dat we moeten wel kijken naar wat de meeste leden doen. Ja. Studeren, uh, wat ze willen doen later. Want je moet het bedrijf ook iets bieden. Als dus we alleen ja, kunststudenten hebben, dan gaat een, een bank niet langskomen. Ja. Ze vinden het wel heel gezellig, maar ze denken. Ja, volgende keer. Ja. Uh, dus we hebben veel studenten, business related, accountancy, rechten. Uh, zoals wat ook op de Wouderstein rondloopt. Ja. Dat zijn echt de main faculties, ook grote faculteiten. Ja, want het ding is, als je alleen iets wil regelen, je wilt een stage regelen, een baan bij een groot kantoor, advocatenkantoor op de Zuid, mooi gebouw, um, het kan nog best wel lastig zijn. Maar samen kunnen we meer dan alleen. En dat merk je echt aan DC, dat hoeveel, we kunnen echt heel veel opportunities bieden. Gewoon dat ja, je bent op een andere level in contact bent met die bedrijven, je kan veel meer regelen. Um, dus dat ook, doen we ook heel veel, dat we dat soort kleine dingen regelen voor leden... Um, maar ja, en ook grote dingen zoals activiteiten samen. En jullie hebben er specifiek voor gekozen om Dutch Caribbean Association te doen. Dus eigenlijk geen connectie met Rotterdam of Erasmus Universiteit. Is dat een bewuste keuze geweest? Of? Uh, ja, dat is wel meer in de naam, want we zijn officieel wel gewoon geregistreerd uh, in, bij Erasmus Universiteit. Ja. Uh, maar deels ook wat je zegt, we wilden breed zijn voor iedereen. Want ja, waarom alleen Rotterdam? Je hebt overal Caribbean Students. Ja. Iedereen is welkom. Ja, en als ik even mag inhaken op het studentenvereniging gedeelte ervan, want dat is nu best wel een conversation in Nederland, dat studentenverenigingen typisch gezien niet een hele goede outlook hebben. Um, en ik denk dat op Caribische eilanden is dat ook wel iets heel Nederlands makamba als je dat in andere woorden wilt zetten. Wat is jullie reactie daarop? Ja, ik snap wel dat toen ik zelf in CUSA uh, woonde, kreeg je alleen dingen te horen over studentenvereniging in het nieuws, en dat ja. is meestal negatief. Ja. Ook laatst was weer een negatief in het beeld uh, ja. nieuws. Ja, dat is een realiteit, maar niet de hele realiteit. Je hebt natuurlijk voor alles extreme. Dit zijn hele extreme studentenverenigingen. Maar je hebt ook heel veel rustige, niet zo extreem, niet verplichte dingen. Gewoon gezelligheid, heel veel. Je hebt sportverenigingen, je hebt uh, van alles. Culturele verenigingen zoals DC. Uh, en wij, wat ons onderscheidt van hun is, dat niks is verplicht. Uh, be who you are, we willen je niet veranderen, we willen je erbij. Precies, ja. gewoon een safe space waar je je veilig voelt. Ja, ik kan daarop aansluiten. Het is inderdaad zo dat verenigingen zijn heel breed Dus uh, dat is het leuke ook aan uh, Erasmus toevallig, is je hebt gewoon heel veel verschillende keuzes. En als je iets wilt gaan uitproberen zelfs, weet je, kan je zelfs even gaan kijken uh, of dat iets voor je is. Great. En hoe vaak komen jullie samen? Hebben jullie een meeting uh, per week, per maand? Hoe ziet dat eruit? is dus vanuit, uh, hoe vaak komen we samen? Vanuit het uh, bestuur hebben we elke week uh, board boardmeeting. En uh, daarnaast ook uh, gezellig samen uh, wat drinken misschien. Want jij bent nu aan het studeren en dan actief bestuurslid van uh, DCA. Hoe balanceer je die twee dingen? Dus je studie en je taak als uh, president? Ja, ik kan vertellen dat aan het begin moet je inkomen. En je hebt natuurlijk een transitietijd. En dat gaat waarschijnlijk meer tijd kosten. Maar bijvoorbeeld als je eenmaal erin bent gerold, en dat hebben we ook al begrepen, dan kom je in je functie. En dan uh, is het ook makkelijker om uh, ja, eigenlijk de, de taken die bij je horen zeg maar, uit te voeren. En ik moet zeggen dat vanaf dat moment um, is het heel goed te combineren. Uh, omdat het voelt uh, als een second nature. Dus ik moet zeggen dat uh, na de eerste paar maanden is het uh, heel goed te doen met de studie. Nee. Dus uh, ja, ik heb gemerkt dat het geen belemmering is in ieder geval om een bestuursjaar bij je studie te doen. Jij bent nu op dit moment president en je vertelde dat jullie zijn bezig met een nieuw bestuurwerven. Hoe ziet dat eruit? Nou, dus in vergelijking met vorig jaar zijn we gegroeid naar zeven bestuursleden in totaal. Uh, denk bijvoorbeeld aan voorzitter, vicevoorzitter. Je hebt een secretary, external relations, je hebt marketing, events en treasury. En eigenlijk rond deze periode, toevallig zijn we ook uh, het nieuwe bestuur aan het werk. Dus uh, wij zijn het derde bestuursjaar en we zijn dus nu bezig met het uh, vierde bestuursjaar. En komt er dan ook nog een andere functie in het bestuur of blijft, blijven die functies blijven hetzelfde, maar jullie gaan nu zoeken naar andere mensen? Klopt. Dus eigenlijk wat wij doen is eigenlijk elk jaar. Uh, heb je de kans om een nieuw boord te werven. Dus je mag ook kiezen om bijvoorbeeld een tweede jaar te doen, uh, maar eigenlijk is het uh, gebruikelijk om af te wisselen. Dus je kan ook wisselen, soort van van president naar vicevoorzitter of naar treasury. Dat zou ook kunnen. Bijvoorbeeld? Ja. Als jij daar zin in zou hebben. Ja, als je graag nog een bestuursjaar zou willen ja. doen. Uh, hangt natuurlijk af van uh, je situatie. Ik ben bijvoorbeeld aan het afstuderen, uh, dus ik kom me graag dan focussen op de volgende stap. Maar ik kan me voorstellen, want natuurlijk, het maakt niet uit welke jaar je zit, eerste jaar, tweede jaar, derde jaar, master, maakt echt niet uit. Het is gewoon een hele unieke ervaring, dus ik zou ook echt iedereen aanraden die het overweegt om gewoon aan te melden. Uh, maar het is vooral uh, ja, een leerproces, uh, dus ik zou die niet missen. En dan even nog uh, afronden voor DCA zelf. Um... Ja, zouden jullie wat kunnen vertellen, een, een laatste slotwoord voor DCA. Vanuit de toekomstige blik, dat is meer vanuit mijn perspectief, we, zijn, we are here to stay. Dat ja. is echt uh, waar we van staan. Dus we zijn natuurlijk drie jaar geleden opgericht, maar we denken wel aan uh, decennia mm. uh, om, om te blijven. En we hopen ook dat dat lukt. Uh, en zeker met uh, de harde groei die Camille heeft benoemd, uh, om dat vol te houden. Want ik zie dat ook wel, dat natuurlijk komen elk jaar nieuwe studenten. Is het mogelijk om te blijven groeien en wat te betekenen voor uh, de nieuwkomers? Uh, dus ik zou zeggen, uh, hou het inderdaad in de gaten. Sluit je vooral aan. Het is dus, uh, open voor iedereen. Uh, en kijk wat uh, dit jaar voor jou te bieden heeft, zou ik zeggen. En dan uh, gaan we nu naar de afsluiting. En altijd in mijn uh, afsluiting in deze podcast vraag ik altijd een tip voor de Caribische studenten. Um, Camille, wat, wat zou je toekomstige caribische studenten hier in Nederland mee willen geven. Oeh, veel tips. Uh, maar wat het belangrijkste is, denk ik, om zoek goed uit uh, wat je allemaal kan krijgen van de overheid. De Nederlandse overheid biedt veel. Je kan toeslagen, free money, maar het is ook echt nodig. Uh, je kan ziektekosten kun je aftrekken van je belasting, je kan heel veel dingen regelen, maar het staat niet heel duidelijk geregeld. Opgeschreven, zoek dat uit. De Erasmus Universiteit heeft een overzicht, document, uh, maar... Doe gewoon goed je research voordat je begint, want het is zonde zijn als je dingen misloopt. Dat is een hele mooie. Ja, heel mooie tip. Ik denk dat het uh, dus heel belangrijk is om voorbereidend werk te verrichten. Zeker. Dus om daarop aan te sluiten, niet alleen dit deel dat je goed zit voor je studie, maar dat je ook denkt aan uh, het weer. Want het is heel ander weer hier. Mm -hmm. En je zal je verbazen hoe snel het afwisselt. Dus de ene keer heb je echt een wat dikkere jas nodig. Nee. En dat kan zomaar switchen in een week tijd. Dat je gaat van. Dag tijd. Dag tijd. Mooie correctie. Ja, ja, ja. Deze week toevallig. Kleed je goed aan en zorg dat je echt genoeg uh, kleren hebt voor het Nederlands weer. Ja. Oké, okay, ja, Great tips. Ik denk dat uh, dit tot nu toe de beste zijn die ik heb gehoord. Wat een leuk gesprek heb ik net gevoerd. Ik wil allereerst Camille Blaker en Leonardo Chan heel erg bedanken voor hun hulp voor deze podcast. DCA daarbij ook voor de samenwerking. Ik hoop dat jullie hebben genoten, dat jullie deze video even delen, liken en subscriben op ons kanaal. Dan kan je alles zien waar wij mee bezig zijn bij Stichting WeConnect. En ik zie jullie graag volgende maand weer.